Hey, ik ben Lucas, ze noemen me ook van Nature en leuk dat je naar onze livestream kijkt. Lucas, ze noemen me ook Nature en ik ben hier niet alleen. Ik ben Barbara. En je kijkt naar Prince of Persia en The Sands of Time. En voor degenen die de video gemist hebben, we gaan vandaag proberen Prince of Persia en The Sands of Time binnen 2 uur helemaal uit te gaan spelen. En ik hoop dat dat lukt, want dan hoeven we dat niet meer op het kanaal te doen. En niet dat dit geen leuk spel is of zo, maar op een gegeven moment hebben we er wel genoeg van gehad om de hele tijd gewoon overnieuw. Overnieuw te veel meer opnemen en zo, want dat kost gewoon redelijk veel tijd. Dus leuk dat je kijkt. Als je vragen hebt, dan horen we het wel. En Bremel die leest die voor. Toch, Bremel? Ja, helemaal. En ondertussen zit ik hier lekker rustig, helemaal keihard te falen. Dus dat is ook hartstikke prima. Ja, hartstikke prima. Oké. Dit is waar we de vorige keer in Prince of Persia zijn gestopt. We zitten op 75% van het spel. Dus ik ga in één keer proberen... Oh, wat is dit? Dat deden jullie de vorige keer ook, hè? Dus we gaan in één keer proberen het hele spel uit te spelen. En ik hoop dat dat lukt. Want dat zou wel chill zijn. Ja. En deze wordt natuurlijk ook gewoon morgen of vanavond nog geüpload. Ja, ik zou ervoor op gokken dat het... Hey, in één hak, allebei. Even stoer doen. Hoe lang hebben we erover gedaan om alle afleveringen in uren op te nemen? We hebben 23 afleveringen, dus ietsjes minder dan een kwartier. Nou, pak eens even je rekenmachine. Hoe lang hebben jullie erover gedaan om alle afleveringen op te nemen in uren? Ja, dat vroeg ik net. Ja, ik lees hem opnieuw. Oké, ja, ik... Ik zou zeggen rond de 3-4 uur, zoiets. Allemaal bij elkaar? Dat is een beetje weinig, vind ik eigenlijk. Serieus? Moet ik hierheen, ja? Ja, ik weet niet. Ik zou eigenlijk iets meer gokken. Ja, misschien 4,5, misschien 5. Ja, dat zou kunnen. Ja, weet je wat, we zeggen grofweg 5,5 uur. 23 aflevering, dat is wel veel trouwens, hè? Hey! Ja, maar wat was ook weer... Je had van tevoren uitgerekend hoeveel het zou worden ongeveer qua afleveringen. Ja, ik had gegokt op de 30. Oh. Dus, dat... Ja. Nou ja, dat zou ongeveer... Wel. Ja, dat komt ongeveer overeen met de aflevering. Hebben jullie de film van The Sands of Time gezien? Ja, wij hebben de film van The Sands of... Ik heb hem gezien. Ja, je hebt hem ik heb hem ook gezien. Ja, we hebben hem gezien. Ik vond het eigenlijk een beetje... Vergeleken met het spel sloeg het echt helemaal nergens op. Ja, en het verhaal van het spel is echt... Prima, het was op zich gewoon prima. Oh, wacht, ben ik hier weer. Nou, het verhaal van het spel is ronduit prachtig. Dus ja, ik vond het... Ja, dat noem een skill. Je kan je even... Ja, ik vond het een beetje jammer eigenlijk dat het verhaal in het... In de film een beetje slecht hebben gedaan, eigenlijk. Ja, dat is niet slecht, maar... Ja, een beetje standaard. Een Disney-film. Ja, weet je, de man die dit spel eerst wou maken...
Nee, die, de man die dit spel heeft gemaakt, die het verhaal heeft bedacht, even stoer doen. Die, die heeft, sorry. Oké, okay. Die heeft, die wou vroeger, wou die filmmaker worden. Dus vandaar dat het ook zo'n beetje filmisch mooi is, dit spel. Hey, ze schrikt me kapot eigenlijk. Ga ik nog een keer opslaan? It can't be much further. Nou, weet je wat, we gaan gewoon door. Maar die wou eerst een film maken, de man die dit spel heeft gemaakt. En daardoor, daardoor is het dus een filmisch mooi geworden. En die heeft ook aan de film gewerkt die, die hieruit is ontstaan. Maar toen is uiteindelijk eigenlijk... Maar toen is uiteindelijk... Maar toen is uiteindelijk door allemaal andere mensen die ook nog aan de film zijn gaan werken. Is het verhaal helemaal anders geworden. En daardoor is het niet zo goed als het zou kunnen zijn, naar mijn mening. Kom even, vrouw. Ja, goed zo. Jwnlgame vraagt of we denken dat er nu ongeveer 30 kijkers zijn. Eerlijk gezegd denk ik het niet. Ik denk niet dat we, 30 kijkers halen vanavond, want het is sowieso niet echt een aandachtstrekker, dit spel. Wauw, heel mooi. Het zou wel leuk zijn. Ja, maar dat neem ik niet aan. Ik denk dat, dat we dat eerder halen bij Terraria livestream of zo. Voor degene die nog niet... jij bent dood. Zodat we ook op de livestream van de Terraria, van het Terraria toernooi geven we 4 keer Terraria weg. En nee, maar de skate gaat naar de winnaar van het Terraria toernooi. En dat is een ander verhaal. Ja, dus als jij gewoon kijkt en je denkt, Terraria is zo altijd gebeld, maar ik heb geen geld. Nee, maar... Nou ja, dan kan je Terraria winnen. Ja, want het is gewoon een awesome spel. Ik heb van best wel veel mensen gehoord dat ze best wel geïnteresseerd waren in het spel. Alleen dat ze niet het geld ervoor wilden uitgeven eigenlijk, omdat ze niet zo zeker wisten van wat ze ervan vonden. Dus kan je naar het livestream kijken wat je van vindt. En dan kan je ook nog eens gratis Terraria krijgen. Mm-hmm. Er wordt hier gewoon voorspeld dat ik doodga, zag je dat? Ja, dat is best wel goed. Het slaat helemaal nergens op de berekening van dit spel. Tekening van dit spel. Nou kijk, dit is... Weet je, ik heb dit spel een keertje, zeg maar, als voorbereiding voor de hele series. Heb ik dit spel een keertje van tevoren al voor de helft doorgespeeld, zeg maar. En toen kwam ik er dus achter dat als ik hier te lang in deze area bleef, waar ik nu zit, dat ik dan gewoon automatisch doodging. En ik vraag me niet waarom, maar dat is raar. Is dat in deze area dat je gewoon random doodging? Ja. Oh, cool. Nou, dat is niet cool. Het Terraria toernooi moet nog komen en de datum maken we volgende week vrijdag bekend. Ja. En ik ga me ook nog eventjes verontschuldigen dat er deze week geen Team Fortress Friday meer was. Maar ik heb hem wel opgenomen en zo. Maar ik had het... daar is nog zo'n ding. Maar ik had gewoon niet al te veel tijd om hem te posten en nog footage te halen van Team Fortress. Dus dat is eigenlijk de reden. Het er niet was. Hallo Brambo. Brambo, ik vind het echt een coole naam eigenlijk. Ja, net een account aangemaakt op Twitch. Gewoon speciaal voor ons. We voelen ons vereerd, Brambo. Brambo. Je bent echt... Is het grappig? Ja, dat is geweldig. Daar is een crack. Vrouw, ga erin. Kijk, zie je? Gaat erin. Goed zo, oké. Nogmaals, ik vind het zo stom. Als gewoon de Prince, dus die nu speelt, als die gewoon iets minder kilo was, zeg maar. Kilo?
ja, nou, gewoon iets minder dik was. Hij is echt niet dik, maar als hij iets minder dik was, dan was het spel zo veel makkelijker geweest. Oh, wat een complete badass slow motionheid. Oh my god! Oeh, dat is eens een twister in het verhaal. Die steen die hij nog op zijn kop krijgt. Ik zag hem niet, kijk even naar de replay. Dat is zo grappig. Zag er zo cool uit op die replay. Ah, die riffs, die gitaar. My father's palace was a prison. Ja, het is nu afgelopen. I had never set foot inside. Echt slaan die steen. Oh, wacht nu. Oké, okay, jongens, iedereen die jonger is dan ja, nu gaat zich uitkleden. Oh, ik dacht dat 75% pas. Zo. Nou, nu ziet hij er dus nog extra sexy uit. Dat betekent dat wij nog veel beter kunnen zijn in het afmoorden van zwergen. Dus dat betekent dat we nog veel sneller door het spel heen kunnen komen. Ik vind hem wel echt veel cooler inderdaad. Ja, nou. Ik vind hem het leukst als hij nog dat rare, lelijke papzak petje aan heeft. Ja, dat geeft hij ook van die naam. Dat petje vind ik echt lelijk. Mainstream. Ja, klopt. Hipster. En gewoon net niet zo mainstream als een rapcap. Ik zie een nieuwe naam in de chat. Kan je die even voorlezen? Global Game IJsjes. Anticlimax Global Game IJsjes. Oh nee, maar die ken ik wel. Global Game IJsjes. Ik moet harder. Wat? Ik moet harder, want ik sta verder af. Ik ga wel even. Ja. Maar nu zit je bijna met je hoofd in mijn hoofd. Ja, goed. Maar hallo Global Game Experience. Welkom bij de livestream. Leuk welkom dat je kijkt. Bij de livestream. Mijn naam is... Lucas, ze noemen me ook wel Nature. Mijn naam is Lucas. Ze noemen me ook wel Nature. Hé, hey, jij bent Bremel. Ze noemen je ook wel Benjamin. Wat? Dat is precies andersom. Jo, hè? Nee, echt waar. Ondertussen proberen we ons een beetje naar het einde van het spel te banen. En ik ga redelijk lekker hier eigenlijk, hè? De speedrun eigenlijk. Ja, dat is een beetje... Ah! Die replay. Maar dat heb ik niet eens gezegd. Hoe weet je dat ik een meisje ben, zegt Global Game Experience. Maar ik heb alleen maar ijsje gezegd. Nee, Global Game... Hij zei Global Game ijsje, niet Global Game Experience. Oh, dit is zo'n ongelooflijk... Global Game meisje. Ja, dat. Oh. Nee, oh, gast, dit is zo'n papzak met zo'n hamer. Oh, ninja oh. Skills en zo. We slopen die zwergen helemaal. Ja. Oh, wacht, ik kan nu mijn ultimate power ding niet. Trouwens al, stel je voor dat het spel kan zijn. Ja, dan zetten we hem even op, we zijn zo door. Hoor je dan nog ons nog wel? Ja, dat is helemaal prima. Nou. Maar dan hoor je ons wel. Ja, ja. Oh, nou, dat is Dus mocht het spel om de een of andere reden raar uitvallen, dan zou je ons gewoon nog blijven horen. En dan zullen we nog steeds drogere, saaie en rare grappen blijven maken. Geen zorgen. Ik vroeg mij wat de maker was van dit. Ja, ik zag de naam net. Die zie je op het beginmenu. Dus die ben ik er weer. Dus dat kan je googlen als je wil. Maar, ik zag ook nog een vraag in de chat trouwens. Ik heb het uit jou gesloten. Oh god, Bremeltje. Ondertussen zitten we hier omringd met allemaal Duitsers. Auw. Ik heb echt geen idee wat ik aan het doen ben. Auw. Jezus. Ik zit maar een beetje op deze beesten in te rammen, maar ik heb geen idee wat er eigenlijk aan het gebeuren is. Auw. Oeh, dat zag echt een... Oh, god, dat is zo pijnlijk. Dat is zo pijnlijk. Doe me echt denk aan... Sjoe. Oh. 35. Oh, ik zag de vraag. De vraag was hoe oud ik ook weer was. Ik ben 17 jaar. 17,5 bijna alweer, hè. Hey. Ah. Nee! Wat is dit? Hey, toch. Hey. Oh,
Oh, deze beesten, jongen. Ik word hier echt gestoord van. Oh, zie die ninja skills. Joris vraagt van Medusa of zo. Ja, nee, dat is. Kijk, zeg maar dat. Ja, dat moet ik misschien kunnen zeggen. Ja, ga maar helemaal part 1 en 2 en 3. Nee, dat is een beetje dom. Dat is een beetje dom. Nee, maar zeg maar dat mes wat ik vastzet, dat kan de tijd terugspoelen. Het kan de tijd in slow motion zetten. Het kan mensen verstenen. Dus eigenlijk gewoon tijd op pauze zetten voor bepaalde mensen. Of beesten. En het kan dus het zand waaruit deze beesten bestaan opzetten. Want het blijven de zanden der tijd. Deze monsters zijn eigenlijk niet bang voor mensen, maar omdat er een of andere vloek is met zand, zijn ze nu verziekt. Versteend. Ja, eigenlijk zijn ze versteend, want zand is eigenlijk gewoon steen. Ja, nou. Nou, het zijn allemaal kleine stukjes kalk, meestal. Ja. Ik heb de aardrijkskundig correct doen hier. Even stoer doen! Ik heb je gevraagd, waarom is deze gast zo sexy? Oh ja, ja. Waarom Bramel? Je moet dichterbij zitten, Bramel. Ik bedoel natuurlijk de prins. Ja, nee, hij bedoelt natuurlijk Bramel. Bramel is zo sexy. Bramel is zo sexy omdat hij dat van mij heeft. Oh ja. Hij is mijn broertje, dus ja, daarom. Bramel, kijk me heel raar aan. Ik kijk je niet eens aan. We hebben een hele rare facecam nodig. Holy, kijk, ze zitten te zoenen! Ze wordt hier zo melig van, hè? I'll start the story from here next time. Ik doe even een raampje open, sorry. Nee, vind ik gewoon niet goed. Ik ga je helemaal slaan nu. Ik krijg het zo warm van jou. Alright. Hey, laten we even een pro-jump maken, oké? Okay? Oh! Ja, dat zou wel heel dom zijn. Dat zou zo grappig zijn. Staat je op de muur gezet? Ga kijken wat dit is. Dan gaan we ontrafelen en dan gaan we kijken. Oh, hier staat hoeveel dagen iemand al in de cel heeft gezeten. Wil je dit even tellen? Ja. 15. Wat komt er? 20. 20, 25, 30, 25, 35, 40, 45, ja, ik kan 50, niet 6, nee. 55. Ga eens iets meer erop. Oh, hij heeft er gewoon 60 dagen. 60 dagen? Nou, 2 maanden. Hey, ga eens even harder drinken, jij maar af, Kees. Ja, goed zo. Yes. Oké, dank u. Hier zie ik een knop. Ja, we lezen de chat wel, maar Bramel is degene die over chat lezen gaat en ik zit te spelen. En wat is dit? Ja, en zag dat, zag dat. Ik ben eigenlijk gewoon geen goede werknemer. Ja, en dus ik ga Bramel voor deze maand niet uitbetalen. Alsof we sowieso geld verdienen. Wat zit er in deze kooi, serieus? Een kleine. Hier zit die man die 60 dagen in de cel heeft gezeten. Nee, dit is een midget. Een midget. Sorry, ik ben echt kapot melig. Ga je ook just in TV zo'n achtergrond erachter zetten? Nou, dat is eerder, dat weet ik niet. Nou kijk, zie je, Justin TV is praktisch hetzelfde als Twitch, dus ja, dat kan. Ik weet alleen niet hoe het moet, maar het kan wel op Justin TV. Hey, kijk, zie je, er wordt ook meteen een link van gemaakt. Maar Twitch en Justin TV zijn bijna hetzelfde, dus daarom wordt er ook meteen een link. Zijn eigenlijk wel concurrenten? Nee. Niet? Nee, het is van hetzelfde bedrijf. Dus het zijn goed. Kijk, zie je al dat bloed dan? Dat is geen bloed, dat is... rood barfsel. Dat is lippenstift. Aha. Oh, auw! Prince Persia Warrior Within is zo cool. Mm-hmm. We kunnen ook een keer luisteren, jongens. Oh, zie die pro uit. En dan ga ik. Oh, zie die pro uit. Oh, wat doe je dat tegen, jongen? A torture chamber. Dat is een Bramble's. First time I had seen such devices at close range. Uh-oh. Kijk, Bramble, wie we er niet in gaan zitten, zie dat? Zie dit? We hebben er niet in gaan zitten. Dit is toch fijn? Maar krijg je lekker rug. Oh, wacht, daar komt vandaan. Weet je wat hij nu al heeft te zeggen? Hij zit nu al te zeggen van, dit is de eerste keer dat ik hier ooit in een... Wow, holy shit. Dat ik hier ooit in een torture chamber ben geweest. En ik weet niet wat... Wat er allemaal gebeurt hier normaal. Maar ik ben zwaarzielig. Ja, dus ik... En dan gaat hij allemaal filosoferen en zo. En ik haat filosofen, dus...
Ja, want jij bent zo'n filosoof. Ga je kapot slaan, jongen. Ga je helemaal kapot slaan. Kapot slaan. Oh-oh, oh-oh. Nee, wat doe je, jongen? Ik ga helemaal kapot slaan. Uh-oh. Oh! Phew, sorry, mijn spel al tapte even. Ja. Oh, dat zag er nog best wel oké uit. Dat zag gewoon normaal uit. En dan denken ze zo van, Lucas, je bent echt een noob. En dan zeg ik zo van, dan zegt Lucas zo van, ja, maar het spel vooruit. En dan zeg ik zo van, Lucas, je bent gewoon een noob. hebben jullie ook een NZG Twitter? Ja, we hebben een NZG Twitter. Je kan ons volgen op banaan@twitter.nl. Je bent echt gek. Nee, het is LucasNature @LucasNature of @NaturalsGaming. Maar ik zou gewoon @LucasNature volgen, want @NaturalsGaming is gewoon... ja, gewoon complete onzin, eigenlijk. @NaturalsGaming? Ja, @NaturalsGaming, daar zie je alleen of we wat uploaden. En op Serieus? Ja, daar doe ik niks mee. Maar ik dacht serieus dat je persoonlijke leven niet met je YouTube-kanaal koppelde. Ja, maar dat is zeg maar, mijn Twitter is dus zeg maar gewoon echt ook voor NaturalsGaming bedoeld. En waar moet laat, ik... sinds laatst, blijkbaar. Ja. Maar wat is nu... Oh, ik snap het. We gaan springen. Was de eerste keer dat je Sinterklaas vierde met Bramel. Nou, dan zou ik zeggen... Zeg maar toen ik drie was, zou toen het waarschijnlijk zijn geweest. Toen we de eerste keer Sinterklaas vierde eigenlijk, denk ik. Oké, wat is hier de hele bedoeling? Ik ga op die knop springen. Fine job. Ga niet Indonesische liedjes zingen. Ja, maar dat... Oké, okay, wat is de hele bedoeling hierachter? Dat... Kijken. Hey! Nou, dat was moeilijk. Dat was echt heel moeilijk. Dat was echt lastigheid op zijn max. Faal, Lucas, je faalt hard. Daar ga ja, ik mee ja. akkoord. Nou, mooi. Mooi dat we het eens kunnen zijn. Ja. Oké. Okay. Waarom, wat doen die sarcofagen hier in de... hier worden mensen die gespijkerd zijn binnen die sarcofagen. Ik vind het alsof best wel vet mooi gedaan, deze kamer. Ja, best wel mooi level design ook. Ja, maar normaal is het echt heel lelijk altijd, weet je. Mm-hmm. Ja, normaal is het zo van copy-paste dat gebouw en dan plaatsen we daar een copy-paste in. Ja, dat zien we vooral in tegenwoordig spellen, Battlefield, Call of Duty. Ja, ook zo Assassin's Creed is echt copy-paste to the max. Ja, nou ja, niet helemaal. Zo, dit ziet er ook mooi uit. Het is ook heel mooi filmisch correct en zo. Er is echt over nagedacht, jongens en meisjes. Kijk, die spinnenwebben helemaal dansen alsof ze helemaal blij zijn. En als we jagen Die zag ik niet. Zo, zag die ladder naar beneden flikkeren dan? Kijk, zie je hem? Heb ik een accent? Ja, je hebt een Oost-Indisch-Duits accent. Oh, die vrouw, wat doe jij hier nou weer? Rare mens. Hoe komt zij hier opeens tevoorschijn, man? Hey, weet je wat? We gaan even een trucje uit. Ja, vind ik wel leuk. Weet je, elke kijker is toch een kijker. En we zijn nu toch wel iemand, wel vier mensen zaterdagavond gepest. Oh. Wel een feest eigenlijk. Hé, hey, ze lopen die vrouw in elkaar te ransen. Te ram. Ik wil dat pakje wat die man op heeft. Die kassa gaat dood. Oh ja. Oh ja. Nou, kijk maar, nu heeft ze dat deze heeft gemaakt, dus dat is helemaal... Nee, hij is stuk. Oeh, daar ramt hij eventjes zijn eigen maat. Hé. Hey. Niet zoveel CC, dat is onaardig. Hé, niet mijn zogenaamde vriendin doodrammen. Dan word ik boos. Ja, misschien net iets... Oh! Iets minder boos. Ja, ik vind het prima, maar dan moet ik niet veel doen. Ik stem helemaal niet op Geert Wilders! Okay, ik mag dan niet eens stemmen, man! Maf Kees, hey. Hey. Ja. Ik heb echt het gevoel dat dit mensen eraan gaat, hè. Oh ja, sorry. Een aap! Over racisme gesproken. Ah! Ah! Nee, ik ben... Sorry. Dus weet je hoe vervelend? Dat kan ik niet denken. Ah. Ik
Oké, Bremel gaat op dit moment zeg maar de laptop bijna in de schoot rammen. Ja. Oh, ja, die was even limis, hè? Ja, dat is nou jammer. Ja, sorry man. Hey. Hak. Doet het zwaard. Nee, is geen zwaard, dat is een... Dit? Machinegeweer. Dit is een 44 caliber rifle. Dit is een pistool. Au. Ei. Ah! Echt aan hier. Ik vind eigenlijk de combat in The Prince of Persia 1 een beetje tegenover. Of jij bent gewoon heel nieuw. Wie? Ik? Nou, je doet eigenlijk niet de variatie, weet je. In Prince of Persia 1? Klopt. Je kan het. Ja, klopt. In vanaf Brotherhood werd het ook weer goed. Brotherhood. Ik heb Prince of Persia, ik zeg niet Assassin's Creed. Zag je dat? Ik was net even ja, dat bedoel ik. Nee, wacht. Vanaf Brotherhood werd het goed. Maar wacht, dat is Assassin's Creed. Ik heb het over Prince of Persia. Ja. Wat een pro, vrouw! Wat een pro, vrouw! Dat was heel close. Oh, zo close. Oeh. Oh mijn god. Bijna moeten we een heel stuk overnieuw doen. Oh mijn god. Jezus. Maar nu wil ik even wat drinken. Baby, ga eens even mijn flesje water pakken. Nee. Maar waar kan ik drinken? Dat weet ik niet. Ik ook niet. Ik ga even naar rechts schuiven en dan kan ik inschuiven. Inschuiven? Nog meer. Maar nog meer. Nog meer. Daar is water. Nog meer. Water. Nog meer. Zo, dat was, ik scheelde heel weinig dat laatste gevecht daarnet. Nou, ga gewoon even... Deze man moet even baderen, want hij stinkt. Hey, wat doet dit? Ah, oké. Nou, hebben we ook weer wat geleerd. Kijk, prachtig. Gaan we ondertussen even saven. Kijk op hoeveel procent we zitten. Hoe lang zijn we al bezig? We zijn een klein half uurtje bezig. En straks is het vervuild. Water en dan kan je... En dan word je vervuild met gif. Nou, eventjes een kleine spoiler voor deel 2. Oh, dit stuk is leuk. Is dat zo? Eventjes een kleine spoiler in deel 2. In deel 2 drink je op een gegeven moment uit water. En dan zit er zand in dat water. En dan word je verzandigd. Oh, dat is leuk. Hey, 81%. Kijk, daar hebben we een half uur over gedaan, 5%. Serieus? Ja. Oh shit. Dat is niet mooi, joh. Nee, blijf van me weg. Ik wil niet dat je aan me tattoo... Maak mij eens zingen! Nee, ik wil het echt niet. Nee, ik wil het echt niet. Nee. Ik moet terug naar mijn les, jongen. Zo meteen haal ik mijn wiskunde niet. Waar is mijn lens? Ja, maar je begrijpt het niet. Ik begrijp alles. Ik ben één rotprins en we moeten naar de Tower of Dawn. Dat is het enige woord wat ik heb verstaan van wat ze zei. Oh, oké. Bram? Oké. Moet ik rennen. Anders ben ik weer te laat. Oké. Okay. Loop tegen de muur aan en druk op de knop als een baas. Ja, wat is dit? Wat is dit voor boos? Oh, oké, ik snap hem. Ik snap hem. Moet alleen heel snel gaan doen. Eten. Wie gaan eten? Alle kijkers. Oh, kak. Nou, gaan wij... Nee, we hebben ook nog Global Gaming Sporians. En kijk dit. Oh, zo, zag dat! Moet je even kijken naar de replay. Kijk. Wat? Kijk. Dat staat net. Wat was dat? Wat nou, was dat? Dat is wel chill op zich. Waar moet je hem heen duwen? Waarschijnlijk naar haar toe. Dat zijn ze gewoon het middelpunt. Ah, of daar zie ik een knop, dus dat zou ook maar zomaar eens kunnen. Hey, kijk, poortje open. Mijn naam is Bremel. Mijn naam is Bremel. Even kijken. Ik ben een orthodoxe jood. Wat is dat? Zo. Oké dan. Oké, ja. Nou, gaan we even hierheen. Kijk. Allemaal leuke vogeltjes. Ga terug naar je... Ga terug naar je... Ga terug naar... Oh god. Je wordt ga terug naar je... Oh. Oké, vogel, kom maar op. Is dit hetzelfde manier als Prince Assassin's Creed? Ja.
Ik moet niet klikken. Serieus? Hou. Kom af! Au. Het valt best wel hard. Ja. Oh. Ja, nee. Au. Ja. Oh, die vrouw die al ramt ook alle vogels dood, dus dat is helemaal prima. Jij moet freaking dood. Ja, zo. Hey, de vogeltjes, kom eens even hier naartoe dan. Ik ben heel aardig. En kaboef, nog één dood. Zie je dat hoe ze de lucht invliegen en alle zwaartekracht negeren als ze me aanvallen? Oh, zo. Oh, zwaartekracht denied. Kijk, zie je dat? Oké. Zwaartekracht, dacht het niet. Hey, even stoer doen. Ik kijk Pieper ook aan. Wat? Oh, we moeten die kant op. Hopelijk kunnen we zo bij de Tower of Dawn aankomen. Binnen 2 uur. Of we doen het gewoon... Dat is de Tower of Dawn. Dat is... Nee, daar ben ik nooit geweest. Dat is zeg maar... Daar ben je wel geweest. Nee, volgens mij niet. Jawel. Nee, maar dat is het einde van het spel, de Tower of Dawn. Ja, dat bedoel ik. Hey! Daar ben je toch een keer geweest? Wat hebben wij hier? Ja, maar eigenlijk heb ik dat een keer bereikt. Nee. Dit spel niet. Niet gehaald, maar wel bereikt. Nee. Of was het deel 2? Nee, dat is deel 3. Oh, deel 3, ja, natuurlijk. Hey. Oh ja, dat wordt interessant. Nou ja, dat heb ik dus nog nooit gezien. Dat zou echt pijn doen aan je rug, volgens mij. Nee, hartstikke normaal, joh. Kijk, dit is... dat zwaard op je rug, dat er gewoon... Kadaan! Met zout is het leuk in als het met wacht. Die touwtjes en zo. Hey. Even geluid harder doen, jongens. Ashataya! Ze zijn zo makkelijk. Ja, ze zijn zo simpel. Maar in deel 2 zijn ze echt lastig. Oh! De Babylon. Ik ben blij dat mijn vragen wel worden beantwoord. Wordt die van mij haast nooit beantwoord. Oh. Oké. Okay. Ja, nou, fijn, want wij proberen eigenlijk... Wij zijn eigenlijk gewoon in alles beter dan wij. Rustig aan. Maar wij proberen het, jullie zoveel mogelijk naar je zin te maken. Holy crap, een lift! Het is wel natuurlijk zo dat Spooky heel veel kijkers heeft en dat hij niet alles tegelijk kan beantwoorden. Ja, en dat hij gewoon een heel stuk meer vragen krijgt waarschijnlijk. Maar waarschijnlijk is hij ook gewoon een beetje een arrogante rammer. Oh, dan mag je wel zeggen. Oh. Hey, kijk, weet je wat? We gaan even vrienden maken hier. Hey, wat staan ze met z'n tweeën voor die papzakken? Ik ga niet eten, later. Appels. Die is arrogant. Drop the base. Oké, weet je wat? Ik heb er helemaal genoeg. Ja, dat is gewoon een vette RPG-missies daar. We gaan dansen. Ik win. Hey, ze lopen mijn vrouw weer aan te vallen. Papzakken, auw. Twee bak van die vrouw zijn veel kleiner. Ja, ik moet gek zeggen, nooit die life upgrades gehad. Ja, ik ben voor Meli, ik ben ook van een zwaartepomp. Ja, ze moest ook tot water zijn. Auw. Wat is dit? Steek je papzak. Oh. Auw. Dan zie je al die mensen hier liggen slapen dan. Moet ze even... Hey, jij, bij deze. Ja, weet je wel, auw. Kijk, zeg je dat? Rand eerder. Wat? Ja, in welke tijd.
is dit voor onzin? Auw. 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 Zo ver mogelijk doen, maar ik... Kakker de kak. Nou, het gaat helemaal prachtig. Let op, let op, let op. Ik heb echt geen idee hoe het is. Camera angle is... Wat is dit? Ik kan helemaal niks hier. En die vrouw gaat eraan. Dat hele liftstuk overnieuw doen. Nou ja, komt goed. Dan gewoon je die Uberpower voor later bewaren. Ja, dat is een goed idee. Zo. Hey. Dat is een mooie lift. Dat is een mooie lift, zeg. Dat is een mooie lift, zeg. Hey. Nou. Dat is een beetje raar dat ze toen al lift hadden. Ja, weet je. Oké, dan moet ik even hier gaan staan zodat ze hier op me afkomen. Weet je wat, ik ga gewoon lekker hier staan. Oh, we moeten kunnen telepathie. Ja, weet je dat nog niet? Welke beesten er tevoorschijn komen. Zo, zeg maar. Maar deze beesten zijn chill, daar kan je in één keer overheen dartelen. Nee, bij sommige niet. Bij blauwe speergassen niet, bij de rode wel. Alles wat blauw is kan je niet overheen springen, maar deze kan je niet Kijk. Deze hamergassen kan je dit niet opdoen. Auw. Ja, lig ik weer hier? Ja. Maar, Rotvrouw. Absoluut rotwijf. Dat kan ik niet. Hey, draai. Let maar hier niet op. Goed zo. Wat doet hij nou? Ah! Nou, ga ik ondertussen even andere dingen doen. Ja, wat ga jij doen? Ga je lekker een spelletje spelen? Ja. Nieuws. Vrouw, kom hier staan. Ga weg. Ga weg daar. Ga weg. Dat wil ze niet. Tjonge. Oké. Krijgen we nog vrienden ergens? Ja, maar het zou fijn zijn als het iets sneller ging. Ik mag het echt heel snel. Ja. Nou, kijk, zie je hem stoer zijn? Nee. Het is niet FPS, het is gewoon faal. Ja. Oh, verder vrienden.
Zeg maar, als er andere beesten dan deze spawnen, dan ga ik mijn uberpower af. Ja, want deze is redelijk simpel. Maar ik doe mijn best om ze in één keer allemaal op te maken. Dat is echt belachelijk. Maar waarom gaan ze met z'n allen op haar af? Ik probeer dit even te halen. Ik vrees dat je daarmee mee zou moeten doen. Ik hoop dat dit de laatste twee zijn, want anders word ik echt boos. Stomme. Ik merk het. Nee. Nee, dit ga ik halen. Nee, dit ga ik halen ook! Kan niet, dat probeer ik de hele tijd. Dit moet ik halen! Nee! Weet je wat ik denk? Dat je een superpower moet gebruiken als zij in gevaar zit. Oké, dan zou ik dat proberen. Als er maar echt in gevaar, weet je. Mm-hmm. Oké, en nu ga ik het halen ook. Maar die lift ging zo vet langzaam. Mm-hmm. Kom op. Oké, en nu wel. Ja,
Oké. Voor de ene kijker, de twee kijkers. Oké, dat was even drinken aan de hand. Nee. Die zijn er wel gewoon. Zoals we hadden verwacht van die papsen. Moet ik wel mijn zwaard pakken. Zoen. Echt. Ja. Ja, hé. Hey. Zo door, vind ik. Zo grappig dat ze elkaar ook afronden. Nee. Ja, maar dat kan niet bij die papzakken. Dat kan niet bij die papzakken. Die ram je in één keer in de dood. Alles voor.
dit is echt vervelend. Ah! Op een gegeven moment komen ze naar haar toe. Nee, inderdaad, maar ik zou gewoon. Niet haar. Ja, nee, maar echt waar, want als je dan naar haar toe gaat, wordt het alleen maar erger. Ja, maar dan anders gaat ze dood. Ja, maar als er zo'n sterkere naar haar toe komt. Oeh, die was heel mooi. Oh. Dat zou ik ook even terugspelen. Hey, we hebben een nieuw kijker. Welkom, kijker. Die nu aan het kijken is, we zitten het stukje nu echt al voor de zoveelste keer opnieuw te doen. Dus dat is de reden dat er misschien, dat er misschien niet zo enorm veel leuks te zien is. Oh, ik hang van aan. It's over 9000! Ja, klopt. En die wacht echt. Ik ben een beetje te kruipen. Allemaal dood hebben. Nee, maar ja, als je ergens naar iemand van die beesten toe wil. Auw, kak. Auw. Oké. Ja, het is ja, we proberen dit nu al voor de vierde keer of zo op rij. Waarom gaan ze met z'n allen naar die vrouw toe? Ja, ze hield ook als er een graphic glitch was. Ah, als rat hadden gegeven. Ja, maar ik wist al dat ze.
wordt bij goed gehoord en lekker laten stikken die onzin. Hij krijgt de pijl in hem, deze beste mafkees. Ja, hij werd opeens random gehit. Nee, zo mooi is het spel nog niet. Wauw, hij blauw. Wat op ons YouTube kanaal gepost. Dat we dit zouden doen, dat hebben we gezegd op ons YouTube kanaal. Maar dat zit in de Prince of Persia video's, die kijkt niemand. En niemand kijkt onze Prince of Persia video's, hé, we hebben het gehaald. En al best wel leven zo. Ja. Zo. Ja, nee, Mark had hem gekeken. Hij had er een hele leuke comment op geplaatst. Hey, nu komt dat stukje dat je moet puzzel. Echt? Nee, maar dat heb ik nooit gehad, de puzzel toch? Oh ja, dat zou kunnen. Dat je die geluiden hoort en zo. Oh ja, nee, maar ik weet niet hoe dat moet. Ja, dat gaat wel. Maar ja, ik weet hoe het moet. Oh wel, ja. Je zegt je weet niet hoe het moet. Nee, ik zei ik weet nu hoe het moet. Doe even snel een facecam video met weet je wat, misschien kan dat. Nee, dat werkt niet. Dus maak even snel een facecam video op ons YouTube kanaal. Ja, we zijn nu aan het streamen op Twitch, Prince of Persia. Allemaal nostalgiek en zo. Oh ja, dat valt. Ja, dat valt. Even kijken, maar waar is de uitgang? Heel stom muziek. Weet je het ook weer, dat is muziek. Adiemus, ja. Die moes. Maar waar kijk, zeg maar, waar is nu de uitgang? Ja, maar dan mag ik niet in de microfoon horen. Jawel. Nee. Dat geeft een mooie ambience. Maar waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Zet hier live aan die moes op. Oh, ik zie het al. Maar hoe kom ik daar? Als ik. Ja, ik zie het. Nee, zet het. Nee, gast, dat is copyright. Gaat er toch over, dus dat maakt niet uit. Ja, maar dan krijg ik een klap van YouTube en Machinima en zo. Dat is 3 seconden LG-moest op. Ja, kijk, nog een lift! Nee! Nou, wel blij dat het even gaat. I can feel it. Yeah, I can't explain it. Holy crap, dit kan ik me echt helemaal niet herinneren. Wat zit dan? Oh, het hourglass. Kijk, Lucas, halverwege zit er een ijsbeer. Een hourglass. Dan gaan we even zeven. Oh. Het hourglass. Ja, dat zou kunnen. Oké, okay, ja, ik zie mezelf van naar de hourglass toe lopen. Dat is niet het einde van het spel, dat kan ik je vertellen. Kan de video toch in meerdere stukjes opknippen? Ja, gewoon deel 2 delen of zo. Oh, dus dan kan het best. Ja, we maken het gewoon nu af of je de kijkers nou leuk vindt of niet. 83%, daar hebben we echt een half uur over gedaan of zo. Langer toch? Ja. Langer. Zoveel goud hier. Ja, ik weet niet hoor of we dat gaan doen. Nou. Nah. Gewoon jaar. Ja, dan kan ik geen toetje meer eten. Dan moet ik slapen. Oké, wat is hier te beleven? Er is copyright! Je mag zelfs geen coversong zingen, dat is ook copyright. Je gezicht is copyright. Nee. En nee, lijkt me echt altijd iemand die dan uit als iemand anders. Mag niet. Oh, oh. Oh, dat is echt veel mooier ineens. Waarom? Ja, Frostbite 3 engine en zo. Echt waar? Tuurlijk niet. Oh, het ziet echt heel mooi uit. Komt dit doen? Beter wordt het einde van de thumbnails ofzo. Uh-oh. Ten. Oh, hij is echt sexy. Uh-oh. Hij heeft een vet coole situatie. Ja, als hij nou gewoon dat ding erin had gestoken. Stomme dat. Hey, hij kan dansen. Ik hoor helemaal niks, dat ziet er zo stom uit. Dat staat zo nergens op. I had looked into his eyes and I had lost. Zo. Oh, dan wow. Leef je het natuurlijk. Wat? Juist. Wat? Oh, hij kan. Dit is zo'n standaard tekenfilm, weet je, dat iemand alles in de lucht gooit. Ja. En dat
dit is wel heel cool. Kan je dit wel herinneren? Ja, volgens mij wel. Oh, dit is dat stukje dat die puzzel is, of niet? Ik weet niet, het zou kunnen. Zo, ze heeft gespierde armen, zag je dat? Nee, ik ga even kijken. Volgende keer in de... Niet. Oh, laat maar, ja. Volgende keer in de livestream moeten we een facecam, want dan zien we er gewoon raar uit. Ja, facecam. Ga eens terug naar de livestream, zo ik kan kijken of er nog vragen zijn of zo. Epic black screen video. Oh, dat YouTube, wat? Je kan toch een bulletin op YouTube zetten? En bedoelt die daar waarschijnlijk het thumbnail mee? Ik weet niet precies wat je bedoelt, maar een no. Nee, ik heb echt geen idee wat je bedoelt. Sorry. Ja, zoveel rook. Ik bedoel die thumbnail en dan dat kan inderdaad of zoiets. Ik weet niet precies hoe het kan. Ja, een thumbnail kunnen we waarschijnlijk vanaf 1 november. Dus dat is over niet al te lang. Of misschien iets later. Maar waarschijnlijk 1 november. Waarom zou het later gebeuren? Omdat YouTube niet altijd zijn afspraken nakomt. Je kan een tekstfragment posten naar je subs. Nothing. Oh ja, joh. I just don't like close spaces. Ga eens naar YouTube. Nee, maar je bent niet ingelogd op Netflix Gaming natuurlijk. Waarom zo wel rook? Overslaan deze onzin. Dit is gelijk dit. Nee, volgens mij niet. Hoezo niet? Want ze zijn gewoon aan het doorpraten. Echt? Ja. Oké. Dat is gewoon deze... Nee, ja, dat zou wel een glitch hebben, maar dan zou je het ook... Oh, kijk, hey. We hebben weer een halfnaakte man in beeld. Abercrombie en Fitch. Hier. Zo, hey, kagen dood! Is dit in het laatste spel die zo op de broek zit, of gaat het niet zo? Nee, jammer genoeg. Farah? Farah? Kijk, zie je, hij heeft zijn dagger nog aan zijn broek zitten, zie je? Nu is dat wel, nu is die puzzel volgens mij. Ja, dat zou kunnen. Daar waren we vorige keer gestopt. Ja, maar ik weet hoe het moet. Ja. Je weet welke ik bedoel. Ja, met die... Ja. Die... Met die badkamer. Ja, zo, hey, ik word hier een beetje duizelig van meneer Prince of Persia. Meneer Prince of Persia? Ja. Druk gewoon 2 knop de tijd in, je hoeft niet zo raar te doen. Nee, want dan gaat hij dus zo. Ja, dus. Oké. Okay. Nee, vind ik niet fijn, sorry. Ja, maar anders loop je scheef, want het is scheef. Hey. Dus niet, ja, dus nu. Ja, dus nu. Yep. Ja, oké. Okay. Jongens, het epische moment is aangebroken. Benjamin gaat een rare stem opzetten. Isn't what beautiful? Where are you? Ik zie je. Hey, Joris is terug. Ja, weet je, Mark, het maakt ons eigenlijk helemaal niet zo uit hoeveel viewers we hebben, want het is natuurlijk gewoon... Want het is eigenlijk gewoon nog steeds Natuurist Gaming. Ja, en... Video's zonder kwaliteit. Video's zonder kwaliteit en weinig kijkers, Natuurist Gaming. Waar moet je nou... Je weet gewoon... Ja, maar je moet je even stil zijn, anders hoor ik het niet. Deze niet. Oh, dan ga ik het geluid houden. Deze niet. Oh, shit. Die niet. Oh. Ja, deze. En dan kom ik er bij een andere uit als het goed is. Ja, kijk. En dan gaan we weer een rondje lopen. Hoe weet je dat? Want dan word je gesplons. Nee. Ja, oh. Deze? Ja, deze. Word je gesplons? Ja, je hoort water sponsoren. En dus hoe dan ga ik... Hoe moet je dit weten als je dat niet weet? Dat slaat nergens op. Ja, dat klopt. Nou ja, what are you talking about? Where are you? Ja, deze. En als het goed is... Ja, kom ik er weer uit een andere show, mijn jongen. Oké. I don't see you. Ja. Ja, en deze. En dan als het goed... Ja, kijk. Oké. All right, this is getting ridiculous. Vera? Wie is hier fan van... komt binnenkort een nieuwe James Bond film uit. Dat is best wel cool. Deze niet. Deze, ja. Er komt een nieuwe James Bond film uit en de reclame die daarvoor gemaakt wordt is best wel grappig. Is het weer met dezelfde acteur? Ja. Oh. Of Peter is het. Oh. Oké. Okay. Jongens, sorry, maar wacht even, ik zet hem wel eventjes op deze.
De livestream is eventjes uitgevallen. Prince of Persia is eventjes uitgevallen. Dus die gaan we eventjes opnieuw opstarten. En ik... Kak. Wat? Ik weet nog niet precies waar we zijn gebleven. Niet beter bij de lift? Nou, ik denk het niet. Ik hoop het niet. Nee, want daarna was nog een safe punt. Dat weet ik sowieso. Maar... Ah, kak, zijn we hier. Nou, wat een feest. Erg, toch? Het is niet zo erg als dat we bij de lucht moeten. Nou, klopt. Het game Prince of Persia. Wat is het? Is Prince of Persia? Ja. Oké, okay. Hey, leuk muziek op de achtergrond. Nou, daar zijn we weer. We moeten weer dat hele rookstuk overnieuw doen. Muziek? Ja, dat is muziek. Dat is Leon. Met zijn Golden Stories. Moet je beter luisteren. Ja, ik hoef dit niet. Ja. Oké, ik wil overslaan. Ja, dit is. We proberen een speedrun te doen hier. En hier gaat JWNL gamer Russisch praten wel. Over die foto's erin kunnen zetten, dat is omdat wij een licentie hebben voor XSplit. Mede mogelijk gemaakt door onze sponsor, Daan Anuins. Die moet minstens 3 keer per seconde vermelden, anders gaat hij een klap geven. Dan krijgen we weer wat hele gerook en zo. Maar gelukkig hebben we rustige muziek op de achtergrond, omdat er gerook hier een beetje weg te halen, want het is een beetje vervelend. Ich bin Deutsch. I'm from Iceland. Enter. I didn't mean what I said. No. You're right. Oké, ze zitten nog steeds tegen elkaar te praten. Dan moet je in Google Translate doen. You are brave and good. If this tomb is to be ours, at least the dagger will be buried with us. Ja, Bramble die gaat hier eventjes live wat Chinese tekens opzoeken om in de chat te zetten voor jullie. Hey, wat een feest. What is it? Nothing. Poep is geen Engels woord. There must be some way out of here. Nee, ik vergeten dat het. When I was small. Ja, oké, hier gaat die vrouw weer filosoferen. Je suis François. Ja, heet je François? Ja, en rustig aan, niet spammen. Mijn god. Ik heb voor degene die dit dan, zeg maar... voor degene die dit later kijken, dus niet live... die gaan echt geen idee hebben waar we dit over hebben. Maar als je dit niet live kijkt, dan ben je ook een beetje gek. Want wie gaat er nou 2 uur niet live kijken? Dan ben je echt gestoord. Dat ben je echt vet cool. Ja, dat ook. Dan heb je wel echt een hele devotion naar de Tools Gaming toe. Want ik krijg gewoon van de 4. Hoppakee, zo. Hoi, nee, niet je zwaard. Zo. Fat ass. S is met 2 S'en, hè? Oké, ik zie hier Infinite die zegt Nature. Ja, Infinite. Where are you? Krijgen we dit weer? Moeten we weer naar Splonzen luisteren? Splonzen. Ja! Where are you? Wie houdt hier van chocoladetaart met sponsen? Wat? Ik weet niet, maar ik hou niet... Ik zie het nog niet helemaal voor me. Oké, maar we gaan even weer naar even stil zijn. Even. Ja, deze... Maar beter valt het nu even niet uit.
Gaan we even dan. Zo, ja. Deze. Je kan linken niet in de chat zetten. Oh ja, want jij bent natuurlijk de host. What are you talking about? Oké, dan moeten we nu nog eventjes de. Ja, deze. Zo, prachtig. En dan nog eentje vinden. Mijn god, ik word hier gestrest van. Het is zo rustgevend, toch? Zo stressgevend. Wat? Dat? Wat? Dat? Dit? Dit is getting ridiculous. En stressend voor jou. Ja, ik ga het lekker doen. Hey. Who are you talking to? Ik hoor echt iemand pissen op de achtergrond ofzo. Ik heb een link of death gegeven, weet je wel, die door hem, door bij Joris viel uit. Door de link. Prachtig. Deze, beter valt het nu niet uit. Lara. En beter krijg ik nu niet nog een derde rij waar ik overheen moet lopen. Ja, echt wel. Oh! Oh, dit hebben we nog nooit gezien. Nog een filmpje. Hey, eventjes je hand voor je ogen houden, AUB. Wat kon zij niet gewoon ook hierheen komen, zeg maar? Dat zou kunnen. Nee, maar ik bedoel dat die prins hier ook heen kwam. Ja, ga nou gewoon de... Zo, hij houdt gewoon zijn kleren aan, springt erin. Hey, sexy lady. Wop, wop, wop. Nee, maar ik bedoel dat hoe is zij hier gekomen? Ja, geen idee. Die moest ook sponsor horen. Die doen echt alles voor een zwembad. Ja. Hey, dit vind ik niet kunnen. Ubisoft, ik ga jullie aanklagen. Dit is niet oké. Okay. Ja, dit is niet oké. Okay. Hey, oh, zo. Nou, als ze dat erin hadden gedaan, had ik gewoon echt een klacht ingediend. Ja. En die zien ineens. Magical cavern. En dan 100 jaar later. It was a dream. It was a dream we both shared. En nu heeft hij een probleem, want moet je kijken wat er aan zijn... Ja, kijk, ja. Ja, hij heeft een probleem. Hij heeft een ernstig probleem. Oh, no. Hij heeft zijn mes niet meer. Zeg stom, dit is zeg maar dat. Dat slaat het nergens op. Oké, hij heeft zijn mes niet meer, hij heeft zijn zwaard niet meer. Wat een... Wow! Kakker! Jat, ja. Ja, dat ben ik van plan. Dat kan ook gewoon. Dat... Oké, wat is de bedoeling? Wat is de bedoeling? Wat is de bedoeling? Slopen. Ik moet het zwaard pakken. Hoe doe ik dat? Gewoon pakken? Gewoon pakken? Oh. Ah! Zo, die kak! Zag een beetje spastisch uit. Het is nog heel smerig uit, ja! Wow, hij kijkt echt normaal. Hij kijkt echt zo met zo'n kind zo naar voren. Ja, anticlimax. Ik denk ik ga even dat zwaard pakken, maar nee. De kracht van de... Er zit ook echt zo'n halo force field. Ja, zo. Oké, hoe doen we dit? Hey, goedemiddag. Maar ik snap niet helemaal hoe ik dit moet doen. Oké, wacht even. Oké. Waar moet dat in? Waar moet het in? Oh, daarin. Ja, ik zag het al. Nee. Sluit de deur. Oké. Hoe moet de deur gesloten worden, mafkees? Dit is echt veel te makkelijk. Oh, maar die beesten volgen me ook niet meer. Echt niet? Nee. Zo meteen lopen ze daarin. Gaan ze even door. Oh nee, dat kan niet. Dat is echt vet moeilijk. Hey, ik zie daar een crack. Zie je die crack? Ja, maar ik weet het al. Lucas, je moet deze. Ja? Moet je dood daar. Oh nee, toch niet. Nee. Je... Nee. Nou, probeer maar gewoon wat. Ik zie het al. Is het zo? Het is zo. Ik moet deze ook gebruiken, maar... Hey, het is wel chill dat de beesten me niet volgen, omdat ze echt dodelijk zijn geweest. Ja, klopt. Maar weet je... Oh. Wat? Dat is vet moeilijk. Nee, ik snap het. Oh nee, dat is heel makkelijk. Ja. Wat? Dat is vet moeilijk. Oh nee, wacht. Heel makkelijk.
Ja, maar ik ben de baas. Kijk hier naar binnen. Wacht, ja, zo. Zo, kijk. Hupperkeetjes en... Oh, maar waar slaat dit op? Ja, waar dit op slaat, vraag me dat niet. En dan moet deze, moet dus hierheen ergens. Nee, ja, nee. Nee, dat zou niet werken. Nee, laat hem dood. Nee, je moet... Nee, oh, wacht, klopt. Je moet hem daar helemaal heen schuiven. Helemaal daar. Dat kan niet. Nu gaat hij niet meer daarop. Ja. Maar je hebt daar, die heb je nog. Klopt. Hoe doe ik dit? Gewoon naar achteren. Ja, hij staat naar achteren. Ik heb hem hier verkeerd geschoven. Moet hem naar achteren. Zo. Ja. Deze moet ik dus nu gaan gebruiken. Yup. Nu zijn we zeker niet weer weggekomen. Ik voel me echt proud. Nostalgisch aan de top. Is er niet in. De camera is zo stom soms. Ja. Ja, en nu? Ja, die heb ik nog een spiegel. Ja, wat doe je hiermee dan? Ja, geen idee. Of ik weet het al, deze sleep je hier overheen. Dat kan niet. Dat is dus het hele punt. Echt waar? Nou, dat doe je hetzelfde. Doe gewoon dat, want je hebt geen andere keus. Wat doe ik? Gewoon zes als je hem net neerzet. Of misschien kan ik hem overheen duwen. Nee. Zoals ik hem net zette? Ja, je hebt geen andere keus. Wel dit. Wacht even. Zo, en dan? Ja, dan moet je met deze weer gewoon. Nee, ik denk dat je het zo moet doen. Deze gaat daarheen. Nee! Oh mijn god! That's not how it happened. We kijken wel naar de chat, maar Bramble die gaat soms een beetje te veel in de. Nee, geen ADA moves opzetten. Mijn god. Oké, maar je moet wel even de chat lezen, Bramble. Hoi. Ik vind het echt vervelend, want opeens gaat dat ding met mijn. Nou, maar dat maakt niet heel veel uit hoor. Ja, want ik weet nu hoe het moet. Oh no. Die kin. Oké, en dan nu echt. Nu waar het echt weer. Monsters serieus op? Ja, die zijn er alleen maar om dit te laten. Oh, hij ging me bijna doodrammen. Gaat nu de deur trouwens achter me dicht? Nee, gelukkig. Jammer genoeg niet. Zou fijn zijn. Nee, maar ik weet hoe ik het moet oplossen. Kijk. Deze staat in de weg, dus die halen we uit de weg. Dan gaat die daarin. En die gaat ja, daarin en die gaat. Nee, nu snap ik het niet meer. Wel. Oh, en deze gaat. Ja. Zo dan? Nee. Die lightbeam is gewoon net zo'n laser. Overpowered. Maar deze moet ik een beetje verplaatsen nog. Welke kant op? Deze kant op. Zo. Daar is er nog eentje. Ja, die zit hem daar. Is het toch allemaal? Nee, ik mis. Nee, dat is niet het idee. Die mis ik. En die haal ik door de laserbeam. Die mug. Deze. Welke, deze? Ja. Nee, want die zorgt dat het licht er sowieso in komt. Deze? Nee, kijk eens die kant op. Deze, die van deze kant. Ja, wat doe ik daarmee? Ja, die moet je daar krijgen. Ik denk dat ik deze twee dan nog moet gaan gebruiken. Ja, maar dat kan dus niet. Wie weet. Je kan ze daar niet doorheen doen. Nee, maar dat hoeft misschien ook niet. Oké, probeer. Raak ik deze? Nee. Wat is dit? Oké. Nou, oké, blijkbaar
mijn spel veel eventjes uit, maar dat betekent dat het muziekje opnieuw is opgestart, gelukkig. Nee, we doen het fout, toch? Echt, denk ik. Als we deze nou uit de weg halen. En dat we dan deze daarin proberen te krijgen. Dat zou het wel moeten doen, denk ik. Zo. Nou, dat helpt al enorm. Dan hebben we die. Maar dan hebben we hetzelfde probleem als hem. Nou. Oké. Ja. Welke straal? Deze. Deze? Nee, deze. Zie je die? Oh ja, die, ja. Dan laten we die ook op de Terry. En dan? Wacht, misschien. Zo. Ah, oké, sorry. En dan? Oké, zit die daarin. En dan? Gaat nergens heen. Die gaat daarheen, die gaat. Misschien moet ik het hele ding anders neerzetten. Zo met je raar zijn. Ah, wat een rotpuzzel. Ja, dat zou kunnen. Die schijnt wel door naar die, maar die schijnt recht door. Kijk eens even hoe het kan dat deze naar die schijnt. Dat gaat via die spiegel. Heb je ook zo'n soort spiegel ding dan gespiegeld? Nee, dus. Zo schijnt die rechtdoor. En die gaat daarin. En die gaat daarin. Deze hier is dan ook geen licht. Nee, klopt. Ho. Jongen, jongen. Nee, hij blokkeert te veel. Die blokkeert alleen. Die, oh mijn god. Hoe doe ik dit dan? Jongen, jongen. Hey, als de mensen in de chat een suggestie hebben, hè, dan hoor ik het eigenlijk best graag. Wat is je suggestie? Kom maar op. Nee, ik weet het echt niet. Kijk, Lucas, kijk eens eventjes wat voor. Als je één keer naar links gaat en dan weer naar rechts en dan weer op dezelfde plek. Sta je weer op dezelfde plek? Oh ja. Ja, Duncan! ik snap het niet. Oké, Lucas, ga. Ik heb je een papiertje. Oké, Bermel gaat het papiertje pakken. Hey, ik heb hier een heel proefwerkblok liggen.
Ja, er zou hier wel ergens een pen moeten liggen. Ik dacht echt serieus dat Duncan daar serieus aan het zijn was. JWNL Gamer, wat moet ik doen als vrienden die geen vrienden meer zijn van mij gaan beschelden met allemaal pedo-dingen? Kan je alsjeblieft een vraag over? Nou, als je gaan beschelden met allemaal pedo-dingen, dan scheld je A lekker terug. Maar dat is niet altijd de meest logische keuze. Je kan ook gewoon bezen negeren, want dat zijn toch geen vrienden van je. Dus je hebt eigenlijk heel weinig baat bij ze. Oké, je hebt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zijn er 7? Het zijn 8 pilaren. Ja. En je hebt eentje die... Kijk eens even op de hier. Kijk eens even. Nee, ga ik even van boven een beetje. Kan niet. Er zou ergens een optie moeten zijn dat ik dat kan overzien. Controls, short attack, use dagger, rewind, camera look, alternate view. Okay. Ja. Dat is toch een stuk makkelijker? Ja, dit is een heel stuk makkelijker. Oké, dus je hebt één zo'n spiegel zo. Die staat hier. Je hebt één spiegel. Jongen, ik ben zo dom, hè? Ik ben zo dom. Oh, laat maar. Niks. Nee, probeer nee, hij kan niet. Hij kan niet verder dan dit. Nee. Zo. Oké. Eén zo. Je hebt eentje zo. Je hebt eentje zo. Je hebt eentje zo. Dus. Zo. Dan. Zo. Dan zo. Dan schuif die. Heb ik heel weinig aan. Dit denk ik. Deze haal je weg. Deze haal ik weg. Zet je die hier in plaats van neer? In plaats van? Nee, dat zou niet kunnen. Nee, dat zou niet kunnen. Oké, wacht even. Maar wacht, kijk hoe... Ja, ik zie het. Ik zie... Ik heb hem gewoon weggehaald en kijk hoeveel er is veranderd. Ja. Duidelijk ziet. Er is helemaal niks veranderd. Hey. Nee. Of nee. Maar haal deze gewoon weg. Haal deze uit het zicht. Gewoon echt helemaal. Ja. Kijk dan. Je hoeft alleen nog die nog. Ja, met alleen deze twee. En dat doe ik hoe? Want het probleem is dus dat er... Ik zou eigenlijk alleen eerst als laatste daarin krijgen. Want ze schijnen nergens op. Oh, hey. Nee. Zoom in, zoom out. Dat kan ik niet. Voor degene die niet weet wat we op dit moment aan het doen, proberen te zijn. Je ziet daar rechts. Nee. Je ziet rechts. Je ziet overal van die dingen die in licht staan. En die lichtbeamen die ze allemaal connecten. En je ziet rechtsboven is er eentje die nog niet in licht staat. Dat is. Die daar. Die staat nog niet in het licht. En die moeten we dus in het licht proberen te zetten. En de beam komt daar van boven, gaat naar links, gaat naar beneden, gaat naar rechts, gaat naar boven, gaat naar links, gaat naar beneden, gaat naar links, gaat naar boven. Wat is dit? Zeker als je het niet daar ook mee kan doen. Ja. Dat is zo stom. Dit is zo moeilijk. Eigenlijk moeten we dan even zoeken op internet. Ja, dat zou kunnen. Zoek je dan. Geen idee. Als ik deze weghaal, deze is echt. Deze haalt echt veel erbij. Mirror, doe maar mirror puzzle of zo. Second mirror. Waarom? Nee, het is niet deze. Ja, dat zal die misschien zijn.
Ja, dat is hem. Oké, we zitten op dit moment zitten we eventjes op YouTube te kijken hoe dit moet. Want het is een beetje absurd, lastig. Want zelfs de natuurkundige in de chat snapt het niet. Als hij nou eventjes op Q drukt. Wat doet hij? Oké, deze. Ja. Oké. Okay. Deze? Ja, die moet je naar welke kant naartoe? Naar welke andere kant? Zo. Oké. En dan deze in. Ja. Zo. Oké. Nee, dat helpt eigenlijk heel erg. Dan weet ik eigenlijk vrijwel meteen hoe die moet. Nee, dan die en dan. Ik ga even een beetje deze kant op. Lucas, je hoeft ze niet allemaal. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Je moet niet alle lichten controleren, je moet het hierin krijgen. No comment. Ik zeg het, jongen. Kun je dat niet even zeggen? No comment. No comment. Serieus, het is niet zo onduidelijk. Maar eigenlijk wel gewoon, het is best wel dom. Oké, jullie mogen ons nu eventjes, nou mij vooral... Ja, het zwaar is best cool. Maar jullie mogen mij eventjes unaniem met z'n allen uitlachen, mocht je dat willen. Lucas is niet echt een puzzelbrein. Nee. Hey, beestjes. Hey, hey! Ik ook niet. Dat rotwijf. Dikzak. Het lijkt best wel op Warrior Within. Klopt. Maar ik weet niet. Je weet niet zoveel. Ik weet niet. Oh! What? Holy shit! Dat zwaard maakt echt belachelijk snel dood. Zo, dit is ook even lekker. Gewoon mensen zo snel dood maken. Even stoer doen. Prachtig, echt. Super nice. Maar de puzzel is eigenlijk heel makkelijk, maar het is gewoon niet duidelijk. Ja. Of ik dit in het echt ook kan? Nee, in mijn echt doe ik het met mijn blote vuisten. Dat is wel precies hetzelfde. Ja, gewoon tak, tak, tak. Maar andere. Hij lacht gewoon om een beetje sfeer erin te brengen. Eigenlijk is het niet zo bijzonder. Wat, ik? Ja, I'll start this story from here. Maar het is zo cool, je kan beesten in één map doodmappen. Ja, maar jij doet het ook in het echt leven. Ja, ja, oké, klopt. Ja, maar dan lag ik er ook bij, ja. Wat is hier te zien? Ja hoor, jij wel, Hulk Hogan, zegt dat ding. Nee, niet Hulk Hogan, Chuck Norris. Chuck Norris. En wat doen we hier dan? Even kijken, er is vast wel iets te zien. Ah ja, gewoon Q drukken, dan weet je het. Press Q to win. Press Q to win, ja. Heb je vandaag een League of Legends spotje gedaan? Ja, ik heb vandaag een League of Legends spotje geshoutcast. Ja, jullie hadden gold. Ik zag het. En heb je die gespoutcast? Nee, die hadden jullie daarvoor. Die had die ik niet. Meegespeeld. Ja, weet ik. En die andere heb je ook niet meegespeeld. Dus. Maar ze speelt daar best goed op de nieuwe vernieuwde Twisted True Line. Ja, dat is cool. Wat is dit? Ja, ze hebben van die altaars waar je een buff van krijgt als je ze captured. Dus het zag er best wel netjes uit. Verder is er heel veel veranderd. Ja, ze hebben een soort... Nee, is heel weinig veranderd. Oké, wat had ik hier aan? Als ik vragen mag. God. Ga ik daar helemaal naar beneden? Kan ik gewoon nog lekker omhoog zo. Tjonge jonge. Slecht, ongelooflijk Ubisoft onzin.
Ja. Nee, maar ik hou je even je oog op de chat. Je kan dat ook nog op een ander moment kijken. Het ziet echt heel mooi uit. En wat veel beter. Ah, shit. Maar kijk even naar de chat. Nee. Langzaam, maar het is eigenlijk geen speedrun, Mark. Het is gewoon... Het is gewoon wij die falen. Nee, het is gewoon wij spelen het spel. Het is een let's play in principe. Maar het is gewoon zonder de live commentaar die heel interessant is. Want we zeggen eigenlijk niks over het spel. Ja, er zit ook een speedbuff nu in het midden. En daarboven heb je ook nog Vile Maul zitten. Dat is een soort baas. Ja, hij ziet er heel cool uit. Oh, die gangpaw, dat is echt best cool. Uh-huh. Waarom zit nu alleen geen, hoe heet het op? En er zijn hier ook geen bosjes meer. Nee, klopt. Maar ga even, hou je oog op de chat! Oké. Doet helemaal niks. Wat is dit? That didn't happen. Volgens mij moet je iets anders doen. Ja, zoals. Kijk wel, ik ben mijn instinctieve brein. Met jouw instinctieve brein. Mijn instinctieve rotbrein. Wat doe je? Oké. Ja, dat is de tweede keer al dat ik dat doe en ik heb echt geen idee. Ik kan ook niet meer terugspoelen, de tijd is heel vervelend. Nou ja, in principe zou je net onze lol pitje willen kunnen doen, maar ik ben level 30 zoals je wel weet en ranked dat gaat hem niet worden. Ja, zeg maar, je kan wel een normaal lol potje spelen, maar je wordt als je met Bamin meespeelt, als je met Bamin meespeelt of iemand van het NZG Pro Team, dan word je altijd gewoon gematcht met hele goede mensen, meestal. Toch? Ja. Wat? Ik kijk in de chat, jongens. Dus nee. Nee, tuurlijk wel. Zo. Nou. Heb ik die. En dan gaan we daar naar springen. Ah! Wat is dit? No. Wat? Wat maakt nou, als je met hele goede... Ik zeg alleen maar dat je dan 10 miljoen keer doodgaat. Ja. Ja, dat kan. Mochten jullie vragen... Weet je wat ook kan? Misschien? Nee, ik ga het niet eens proberen. Nee, ik zal het ook niet proberen. Als je nog vragen hebt of zo, we horen het graag. Want dit is misschien ook een soort van Q&A... Wat is dit? Misschien ook een soort van Q&A momentje. Maar Lucas, je hebt gewoon pet spassies handjes. Ja, ik heb jullie spassies handjes. Spaat. Eén keer. Spatie? Ja. Oké, even kijken. Dacht je daarvan, daarop springen, dikzak? Waarop? Hierop is het stuk dichterbij. Jij ziet dingen die ik niet zie, dus dat is helemaal prima. Hey, oh, rotbats. Oké. Wacht, ik zie een vraag. Lees hem voor. Wat zou je doen als je een boom was? Vraagt iemand die ik niet ken. Maar het is Duncan, maar dat weet ik. Oeh! Dude, je bent echt dik. Ik doe het gewoon nooit meer. Ik sla je met elkaar. Wat moet je hier doen? Oh, dat weet ik. Je kan ook niet terugspoelen. Dat vind ik zo stom. Oeps. Je weet helemaal niks. Ik weet alles. Freaking bullshit. Bullshit spel. Als ik een boom was, dan zou ik de hele dag op dezelfde plek staan en Kijk. Goed. Oh, dat is wel oké. Okay. Weet je wat ik denk? Ja. Ik denk dat we gewoon zo gaan doen. Gefeliciteerd, jongeman. Of niet? Nee. Doe het gewoon zoals net. Ik bedoel, maakt niet uit. Je gaat dood, dan maakt niet uit. Doe het gewoon zoals net. Dit is alsnog de beste speedrun ooit, jongens. Maak je geen zorgen. Ja, wat? Nu opeens wel, hè? Nu opeens wel. Maar je faalde net ook gewoon. Hoe?
Hey, hey, we kunnen weer vechten. Dit is zo leuk, hè, vechten. Hey, hoe krijg ze dat zwaard? Oh. Ze loopt ook gewoon door al die beesten heen. Dat is jouw zwaard. Ja. Ze loopt ook gewoon door al die beesten heen. Ja, door die crack. Ah, wat? Ze blokken! Oh, dit is prachtig. Oh. Je hebt gewoon echt gewoon speed. Ja, speed hack, power hack, headshot, boom. Ja, mag nu een moab? Volgens mij heb ik al 60 killstreak. Dubbel moab, triple moab. Quadra! Oh nee, wacht. Ga maar. Quadra! Je kan ook gewoon niet blokken. Nee, ik wil niet blokken als ik zo snel kan doden. Als ik een candy corn elemental was. Dat is, ja, ik weet het wat het zijn. Dan killsteal. Duncan, die is goed. Als ik een candy corn elemental was, dan zou ik de hele dag opgegeten worden door irritante rotkinderen. Dat is best een leuke hobby eigenlijk. Opgegeten worden door rotkinderen is helemaal prachtig. Ik word hier echt ziek van. Van dit spel? 93%. I'll stop talking from here next time. Oké dan. Nou, gaan we eventjes... Maar op zich gaat het nog wel redelijk snel. Ja, klopt. Kan natuurlijk altijd sneller. Speed axe. Ja, we gaan verder met de snelheid waarmee we ongeveer dit spel, deze livestream... Oh, wat is dit? Waarmee we ongeveer deze livestream zijn begonnen, maar ik kan op dit moment... Sneaky shit. Ja, nee, daar heb ik veel aan. Kan ik gewoon naar de overkant springen, denk je? Oh, ja joh. Te ver en dan val je al dood. Ja, dat had ik een keertje. Dat is echt vervelend. Ja, maar dan pakt hij meestal nog gewoon vast. Sneaky shit, man. Ja, man. Ik vind het wel een mooi kasteel, maar het is zo raar in elkaar gezet. Kun je niet gewoon normale trappen maken en zo? Het is zelf in elkaar gestort, hè? Ja, wat is dat nou weer van dat? Ik heb geen idee. Nou, zit die stang, die zit er niet voor niks. Ja, dat zie ik, maar... Ga daarheen, daar zit veel meer. Oh, wacht, hé, daar zit zo'n randje. Ook, precies. Oh nee, ik krijg weer dit soort beesten. Ja, maar dit zijn zes, maar... Ze laten niet gelukkig in één keer dood, want normaal zijn ze echt vet moeilijk te doen. Ja, normaal. Dus dat maakt echt totaal niks uit dat ik zo'n dood krijg. Dit is sowieso wel een speedrun. Dit is de beste speedrun ooit. Is hier nog iets te zien? Ik weet het zeker. Oké, dit is de snelste speedrun met goed commentaar. Hey, goede grap. Nou ja, dat bedoel ik, ik vind het niet echt op zijn best hoor. Het is in ieder geval variëteit. Nee, het is echt gewoon heel langzaam. Het is echt prachtig even... langzaam. Lucas, zometeen val je dood. Dus ja, je dat is... Oh. 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 Dan ga even daarheen. Come at me, bat. Come at me, bat. Nee! Ze zitten me langzaam op te eten. Zo. Goed zo, Bats, ga door. Loop deze stomme keer. Maar we moeten een speedrun doen, hey. Oh ja. We hebben nooit gezegd dat het speedrun was, alleen één keer voor de grap. En ja. Nu denkt iedereen dat het een speedrun is. Ja, stelletje haters. Stomme zandvogels, ik vermoord je met een zwaard? Vraagteken. Hebben we dat gezien? Vast, er waren zandvogels. Zo. Ah, nog meer van dat soort beesten, jongen. Hoe kan ik nou speedrunnen zonder... Beter sla je de eindbaas in één keer dood. Ja, met dit zwaard. Ik denk het ook. Volgens mij wordt het echt supertje moeilijk. Ja, die eindbaas wordt echt random lastig. Wow. Ik ga dit trouwens ook een keertje doen, tussen aanhalingstekens speedrunnen met Splinter Cell Conviction. Want die heb ik nog steeds niet afgemaakt van TJ and Dutch. Ja, maar dat gaat wel te makkelijk. Ja, dat zijn nog maar twee levels, dus... Dat is helemaal prima. Wel de sewers, die zijn wel lang, die missies. Ja, maar die heb ik al gedaan. Echt? Ja. Maar die waren echt heel lang. Mm-hmm. Nou, dat was 25 maar minuten. Maar moet je dan al die andere resten van die aflevering niet uploaden? Welke resten? Nou ja, gewoon die aflevering 1, 2 en 3 en zo. Nee, want daar is TGN al recht op, dus dat mag ik helaas niet. Echt? Ja. Maar dan komen ze niet op het kanaal. Nee. Maar ik heb mensen beloofd... om het ook nog op ons kanaal te doen. Dus, doe ik dat. En die dingen die inbrokkelen terwijl je niet eens overheen loopt, dat is zo realistisch. Ja, dat is... Nee, maar ik ben zo'n vette pad die niet door cracks heen kan. Ja, dat is waar. Ik ben bijna zo'n Mart Smeets figuur. Ja. Vind ik wel, eigenlijk. Ik
vind eigenlijk dat we dit nu gewoon echt gewoon... En dat als je hier zo'n glitch in zit, dat je daarheen ineens vliegt en dan heb je het gehaald. Zo, so, congratulations, you win the game. Happy birthday. Oh, Joris vraagt of je een keer kan helpen, omdat hij kan niet verder in het Witte Huis. Oh ja, maar dat, dan kan je gewoon naar mijn livestream kijken en dan laat ik het daar zien. En dan laat hij zien hoe het moet en dan zegt hij van hacks en shit. Hacks en pro. Oh, zo ja, ik druk op een knop en alles stort in elkaar. Freaking onzin. Sowieso, waarom zet je knoppen in een paleis, serieus? Kan ik hier doorheen rennen? Nee. Vast niet. Wat? Wie heeft dit spel bedacht? Ubisoft. Ah, nee! Wat? Nee! Dit. Rotbeesten. Ken je dit stuk? Nee, maar het zijn rotbeesten en ik hoorde ze aankomen. Ga weg! Het zijn echt typische zwergen, weet je wel? Ja. Die dikke mensen met vleugels. Zwergen hebben allemaal vleugels. Als je van dichtbij ziet, die lijken net kevers. Mm-hmm. Het is best wel al echt wel gewoon bijna 10 voor 9. Ja, klopt. Laat zijn begonnen, 7. Hey! Oh! Laat zo! Ja, ik ben zaken. Ik vind het zo fijn dat je nu dat je afloopt in één keer. In deze video. Ja. Zo baan. Dit is zo cool. Even stoer doen. Oh, doei Joris. Doei, doei. Win. Zie dat levens. Zie dat levens. Kijk wat hier te zien is. Nee, deze kant moet ik op als ik verder wil, dus ik ga kijken wat daar te zien is. Nee, want misschien hebben ze daar zo'n live upgrade en dat is wel essentieel. Nee, er is niks. Nou. Dus voor degene die niet weten naar wat voor soort onzin je aan het kijken bent. Je bent naar het verperste van jouw zaterdagavond aan het kijken. Alleen één iemand kijkt nog of twee mensen kijken nog. Nou ja, weet je, allemaal leuk en aardig. Gaan we als we maar gewoon dit spel uitspelen. %95. Als staat is door voor hier. Ja, terecht. Laat een keer Guild Wars livestreamen. Ja, ik ben hartstikke serieus. Oké. Okay. Juist. Wat is hier de grap aan? Er zit niet voor niks aan een paal. Ik zie die paal, maar ik zie niet helemaal waarvan ik... Oh. Nee. Oké. Okay. Ja, dat kan. Die graphics zijn wel stom, maar dat is logisch in deze tijd. In deze tijd. Alsof ik nu voor niemand commentaar geef, weet je wel. Ja. Niet dat het erg is, maar het is wel zo van... We kunnen beter maar gewoon houden in dit spel spelen. Shut up and play the game. Maar welke kant moet ik nu op? Shut up and take my money, jongen. En welke? Shut up and take my money. Ah, daar, oh. Ja, dat was moeilijk. Hey, dat was moeilijk. Ik weet niet of je dat haalt. Oh jawel. Rare graphics. Nogmaals. Ja, het is gewoon die camera angles. Niet altijd even chill. Welke kant? Welke kant? Wow. Nou, niet die kant dus. Hey. Zo. Oké.
Ja, kleine lag daar, sorry, dat was spel dat uitviel. Dit doet me aan deel 3 denken, dit soort dingen. Ja, kan ik begrijpen, maar waar in the name of God moet ik heen? Laat vallen, jongen. Ja, hey, goed idee, man. Hey. Daar is de bos rond, ja. We zitten echt gewoon vet eigenlijk. Ja. Denk je? Nee, ik denk het eigenlijk niet. Kan ik hier? Weet je wat ik ga proberen? Ik ga dit proberen. Nee. Zo. Dat was niet echt. Hoe gaat hij daar zo snel dood van? Dat had ik zelf overleefd. Auw, kak. Auw, kak. Sorry, man. Dat is wel convenient dat het daar allemaal in elkaar stort terwijl fijn op zich, ja. Het is ook stom dat je alleen kan omdraaien als je eerst swing. Nee, dat kan niet, dat hoeft niet. Maar dat ziet er gewoon cool uit. Serieus? Ja. Ik dacht. Dik zou het zijn. Het moet helemaal. Oh ja, moest. No. Zit je aan de drugs of zo? Ja, ik zit hartstikke dronken te zijn hier. Ik denk dat ik ga rage quitten. Ga je rage quitten? En, nou, vind ik niet leuk. Nee, joh, ik blijf wel tot de boss fight. En dan ga je rage quitten. Ja. Ja, dus ik vond veel plezier met de boss. Hey, doei. Dan ga ik eventjes. Ik kan echt gewoon niks doen eigenlijk. Ik ga NCG kijken op dat ene stomme kanaal op YouTube. Stad, klinkt echt raar. Turret Gaming is het van Italianen zo. Nature got the elevator. NCG versus DN Group. Wat mag ik eens ding eens bekijken? 282. Don't stall. Wat doe ik hier? Goed. Maar wat ga ik doen? Oh mijn god. Holy crap. Zou toch absoluut verboden moeten worden? Dat is onzin. Nou, ze wijzen me wel heel erg duidelijk naar die toren toe, maar ik snap echt niet wat ik hier zou moeten doen dan. Oh, misschien moet ik. Holy shit, is dat hele naam erin. Ik snap hem. Kijk, ik snap hem. Nee! Dan moet ik alleen gewoon goed klikken. Mijn god. Ai. Adiemus. Remmel is die allemaal Adiemus luisteren en zo. Gelukkig snap ik inmiddels. Zou best eens kunnen. Oh nee, dat is in the jungle, the wild jungle, the lion sleeps tonight. Oh, hey, doe dat eens even niet. Ja, ik hoor het. Oké. En nu het echte werk. Waarvoor ze. Kijk, het ziet er best mooi uit trouwens dit. Nee. Ja, papsa. Het is echt vet lelijk. You got it, bro. You got it. You just got it. Now use it. Besieged. Oh ja. Ik heb toch volle levens. Dom spel. Hé, hey, dat is copyright, mag je niet zingen. Het is zo van Abu Dhabi. Abu Dhabi, Abu Dhabi. Dan ga ik er lucht. Nee! Nee! My worst nightmare! Ja, sla ik hem.
Ga dood! Het is wel zo, bij een livestream kan je niet zo rage quitten, weet je wel. Omdat je niet kijkt of gaat haasten. Bij een opname kan je wel rage quitten. Ja, klopt. Zodat ik kan jou nog best wel zien rage quitten bij die live namelijk. Ja, klopt. Daarom was ik ook opgelucht toen je het haalde. ik was ook opgelucht. Ja! Nu ga ik rage quitten hoor. Ik word echt gestoord van deze... Volgende keer moeten we echt een facecam. We moeten volgende keer echt een facecam, ik zeur je. Je kijkt me echt eng aan. Nee, ik weet niet de spiegel. Ja. Ja, facecam. Ik vind dat een goed idee, we hebben volgende keer een facecam. Ja. Maar ik weet niet, we hebben geen facecam. En die werkt niet, als facecam. Niet, kapot. Nee, hij doet het, maar... Nou, je kan hem niet gebruiken als computercamera. Waarom niet? Omdat dat... Nou, dan ga je eentje kopen of wat? Of wat? Ga je een facecam kopen? Nee. Wat dan? Ben ik te arm voor. Ga je niet mijn dinges gebruiken? Ja, ik weet niet. Anders. Oh, dat scheelde niet veel, hè? Daar beneden is ook een save point. Als je daar naar beneden valt en je gaat niet dood, dan moet je echt zo helemaal opnieuw. Dan is het van, no, damn this game. Ja, ik moet zo, dat is sowieso het safe point waar ik vandaan kom, dus Maar het was wel dat hij aardig is en dat je dan gewoon ergens anders begint door de week, zeg. Ja, dat mag ik hopen eigenlijk. Dude, ik dacht al, moet je dat springen ofzo? Dat is echt een dom liedje. Nou, hij is niet dom, hij is een beetje... Wanamenamo! Top plays. Oh ja, you're in trouble, bitch. Die, then we are off on you. Then we are off on you. Ja, maak ze allemaal dood. No, far off. Don't fall. Oh, daar is weer dat. Dus zijn er mensen. Ja, maar. Konden we niet terugspelen? Ja. Stom wij. Dat is waarom ik zei. Dat bloed. Oh! Ja, die mond. Laat gewoon vallen, Farah. Je bent een rotwijf. Ja, maar ze kan niet dood. Farah, no! Dat is best wel grappig. Holy shit. Maar ze is in deel 3 terug. Oh, spoiler, maar ze is in deel 3 terug. Ja, daarom. Dus. Daarom zat ik ook zo te denken van. Er zit nu bloed op. Wat raar. Wat betekent dat? Nou, Cantus in de dier. Het is een rip-off. Deze is best wel cool, het is een rip-off. Ja, hoe kan ik nou zand vullen als ik... Ja, ik ook. Zo, we hebben weer terugspoelers. Chill. De aflevering zou ieder moment uit kunnen vallen nu. Dus als je dit op ons kanaal kijkt, heel toevallig.